het ziet er nou uit dat februari recordwarm gaat verlopen. Op dit moment ligt de temperatuur zo rond de 8,5 graden gemiddeld gezien, terwijl 3,9 graden normaal is. En dat zorgt er al voor dat ja, her en der die bloesems al beginnen te bloeien. En dat is toch wel behoorlijk vroeg. Toch laat het weer niet altijd aan de lente denken de laatste tijd. Er is veel bewolking en ook geregeld vallen er buien of regen. Maar vandaag viel het echt wel even mee. De zon kwam af en toe tevoorschijn en het bleef op veel plaatsen droog. Maar als de zon tevoorschijn kwam, dan was er ook een kring om de zon te zien, zoals hier achter me. Een halo. En mijn opa zei vroeger altijd al, een kring om de zon, dat brengt water in de ton. En dat had zeker geen ongelijk. Want vanuit het westen komen nieuwe neerslaggebieden en storingen dichterbij. Dat zie je op de computeranimatie ook mooi gebeuren. Komende nacht kan er al een beetje regen vallen en ook morgen in de loop van de dag behoorlijk wat regen die over ons land heen trekt. Een actieve storing met erachter wel weer wat opklaringen, maar ook donderdag ja, toch weer veel regen, waarschijnlijk ook veel wind en dan kan het behoorlijk doorregenen. Uiteindelijk komen de komende 48 uur zo rond de 10 tot 30 mm uit, terwijl er al behoorlijk wat regen is gevallen deze februari maand. Het is dus echt wel wisselvallig. En ja, het is niet alleen die regen die het de komende 48 uur doet. Want er komt ook behoorlijk wat wind bij te staan. En ik heb even de straalstroom meegenomen. Dat is een bundel van wind op 10 kilometer hoogte. En vaak, als die bij ons in de buurt ligt, dan is het wisselvallig. Maar er kan ook veel wind staan. En dat is zeker het geval. Hier zien we het gebeuren in de loop van de woensdag. Ja, Trekt die straalstroom aan. En vooral donderdag behoorlijk krachtig over ons land. Pas vanaf vrijdag zakt die straalstroom weg. Richting het Zuid-Europa. Dan wordt het daar allemaal onstuimiger en behoorlijk nat. Maar bij ons wordt het allemaal iets rustiger. Maar niet per se beter qua weer. Maar wel rustiger als het gaat om de wind. Ja, en welk weerbeeld hoort er dan bij? Daar gaan we zo naar kijken. Eerst nog de wind. Ja, dichter. Uh, dit is de wind op 10 uh, meter hoogte. En dan zien we dat al woensdag een eerste windveld ons land bereikt. Maar dat is allemaal nog niet zo gek veel. Vooral donderdag een behoorlijk windveld. En dan zou er aan de kust misschien wel eens een stormkracht 9 kunnen komen te staan. Moet het wel echt een uurland windkracht 9 zijn, wil het officieel een storm worden, dat is allemaal nog onzeker. Maar het wordt echt wel behoorlijk onstuimig. En er zijn computerberekeningen die ook windstoten van zo'n 100 tot zelfs 120 km per uur toelaten aan de kust. Het is allemaal nog even de vraag, maar het behoort allemaal wel tot de mogelijkheden. Gaan we eerst nog terug naar komende nacht. Dan zien we dus al behoorlijk wat bewolking. En uit die bewolking kan af en toe wat regen vallen. En daarbij staat de meest matige zuidwestenwind. En omdat het dus bewolkt is, koelt het niet veel verder af dan een graad of 8. Morgen dus veel bewolking weer. En vanuit het westen, dus die regenband die erin komt. En ja, met die zuidwestenwind tot zuidenwind. Is het toch al behoorlijk zacht hoor, 9 tot 11 graden. En de middag verloopt dus echt ruilerig en behoorlijk nat. En dat is dan ook de opmaat voor donderdag. Opnieuw dus weer een storing vanuit het zuiden die over het land heen trekt. En daarbij temperaturen die oplopen naar 11 tot zelfs 14 graden. En die wind die later naar het zuidwesten draait trekt behoorlijk aan. En misschien dat er aan de kusten her en der windkracht 9 komt te staan. Met dus die windstoten erbij. Dus het is dus nog even de vraag hoe hard het precies gaat waaien. Maar het onstuimig dat wordt het wel. Daarna vrijdag komen we langzaam wel in iets minder warme lucht terecht. Vrijdag een graad of 10 en een paar buien. En die wind, ja, die neemt behoorlijk in kracht af. En het wordt dus ietsjes minder warm. Maar met 8 graden is het absoluut geen winterweer. En ook op de lange termijn is er geen zicht op winterweer. We blijven zo elke dag zo rond die 8, 9 graden. Enkele dag zelfs 10. En tijdens de nachten zou het zomaar een keer een graadje kunnen vriezen. Maar ja. Dat is absoluut nog geen winterweer. Ik wens u een fijne dag.